Hallo iedereen, met dit filmpje introduceer ik een nieuwe videoserie, een uitdagings- of challenge-serie. Ben jij eerder een ontdekkingstype, klik dan op het hoofd van Hammerbro en kijk wat er gebeurt. Deze uitdaging zal plaatsvinden op Grumble Volcano en ik moet toegeven, het is niet gemakkelijk, al lijkt het misschien zo. Oké, laten we eraan beginnen. Deze reis gaan jullie moeten uitrijden, maar aan elke ronde is een opdracht gebonden. De eerste ronde moet je deze sprong wagen, waardoor je de hele bocht opnieuw gaat moeten nemen. Ook de tweede ronde neem je een terugwaartse kortere weg. Hierdoor geef je de computers een nog grotere voorsprong. Tot slot neem je in de laatste ronde een shortcut die je wel tijd zal besparen, de zogenaamde lava glitch. Dit klinkt allemaal nog heel rauw en vaag, maar zometeen ga ik met een voorbeeld duidelijk maken hoe het eruit moet zien. Qua regels stel je het volgende in. Items moeten op basic staan of strategic voor de Amerikaanse spellen, omdat je anders te sterke items krijgt en de uitdaging niets meer waard is. Dit is de opname van mijn beste poging. Hier wordt het ook veel duidelijker wat ik bedoel met de terugwaartse shortcuts en zo. Als eerste tip raad ik jullie aan om al zeker aan een mushroom te geraken, want deze ga je nodig hebben om de eerste terugwaartse shortcut te doen. Lang achterblijven is dus eigenlijk geen enkel probleem, omdat je toch het grootste deel van de race 12 gaat zijn. De computers staan op hard, dus als ze de hele tijd tegen je aan zitten te botsen, dan dat is gewoon heel normaal eigenlijk. Wat ik nu doe is eigenlijk niet heel erg slim, omdat ik een paar mensen voorbij steek. En in derde heb je niet zo'n grote kans om een mushroom te krijgen. Maar ik heb hier echt heel veel geluk gehad. En ja, dat speelt natuurlijk in je eigen voordelen. Dit is de eerste shortcut. Je moet naar rechts blijven driften richting het steilste punt van de heuvel. En niet vergeten je mushroom te gebruiken natuurlijk. Nu kom je dus terug op de stuk baan wat we al bereden hebben. En als je naar rechts kijkt, dan zie je dat daar een klein heuveltje gevormd is die je kunt gebruiken als sprong voor een shortcut. Dit stuk mocht je items spammen en ja, zorgen dat je terug een beetje van voor in de race komt. Maar je moet natuurlijk zorgen dat je een mushroom hebt op het moment dat je je shortcut moet gaan doen, je tweede shortcut. Degene die je moet doen in de tweede ronde. Hè. Natuurlijk moet je ook altijd rekening houden met zomaar spullen die op de grond liggen of random groene dingetjes die op je knallen op dit moment bijvoorbeeld. Dus een extra mushroom bij je houden is altijd een voordeel. We naderen nu de tweede shortcut. In grote lijnen is hetgeen wat je moet doen van de linkerbaan op de rechterbaan springen en een volledig rondje rijden. Rekening houden met tegenliggers die je van de baan knallen is wel een aanrader. Hier dus gewoon terug naar rechts en je bent terug op de normale baan. We beginnen direct aan de laatste ronde en zoals je ziet is mijn achterstand nog te doen. Als de eerste computer al uit de tunnel is, als je over de eindstreep gaat, ga je het moeilijk krijgen. Met de tunnel bedoel ik het kronkelige gedeelte van de baan, wat je rechtsboven ziet op de minimum. Het ambetantste wat je uitdaging zou kunnen doen mislukken, zijn de backspam spullen. Dus zelfs al ben je in de derde ronde, hou altijd die concentratie hoog en dan zou het moeten lukken. We komen nu bij de lava glitch. Je moet naar rechts driften richting het steilste gedeelte van de baan om genoeg hoogte te krijgen. Als je de muur raakt, is de glitch gelukt. Vergeet zeker niet een wheelie te trekken, omdat je anders niet tot de muur gaat komen. Nu moet je snel de race uitrijden voor de computers de finish bereiken. Mij is het gelukt in 2 minuten 28 seconden en 600. Maar, natuurlijk kom je tijdens de uitdaging veel moeilijkheden tegen. Tijdens de eerste shortcut bijvoorbeeld moet je je drift kunnen doseren. Drift te fel en je belandt tegen de muur. Te zwak driften of een wheelie trekken is ook geen goede optie. Tegen een boom botsen of je bocht achteraf niet genomen krijgen, komt vaak voor. Ronde 2 dan. Moest het nu zijn dat je zo snel gereisd hebt dat het middenste blok nog niet verdwenen is, is er niet echt een moeilijkheid. De blok omzeilen is een makkie en de baan heeft zijn oorspronkelijke breedte nog steeds. Als de blok toch al gezakt is, moet je zien dat je je drift sterk genoeg neemt, scherp genoeg neemt. Anders ga je, zoals je hier ziet, in de lava belanden. Zo, dit is mijn challenge. Vergeet niet te liken als je meer wilt, want ik zit nog boordevol ideeën. Abonneer om op de hoogte te blijven en ik zie jullie de volgende keer.